De 18-jarige Sil Jansen uit Beek ontwerpt, drukt en verkoopt skylines van herkenbare gebouwen in Montferlandse kernen. Door verveling begon hij met het tekenen van zijn woonplaats. Maar hij zag de vraag naar zijn werken snel toenemen, waardoor hij inmiddels droomt van bekendheid buiten zijn thuisgemeente. Ik ben op het idee gekomen doordat ik niks te doen had eigenlijk. En toen ben ik de kerk van Beek na gaan maken. En toen dacht ik van, waarom zou ik niet van meerdere gebouwen dat gaan doen? En toen heb ik dat op Facebook geplaatst en toen was er best wel veel vraag naar. En toen heb ik het ook van andere Montferlandse dorpen gemaakt. En nu wil ik uitbreiden naar andere gemeentes van de Achterhoek. Het produceren sluit aan bij de opleiding Mediamaker die Sil volgt aan het Rijnijssel. Momenteel loopt hij stage bij een mediabedrijf in Didam. Hij kan de faciliteiten van het bedrijf gebruiken om zijn skylines af te drukken. Ik maak eerst een foto van het gebouw. En dat trek ik dan over in dat programma. Dan druk ik ze af op canvas, op diebond of op hout. En ik heb nu ook textieldoek. Sil gebruikt zijn directe omgeving om zijn tekeningen te perfectioneren. Ja, mijn vrienden en familie die stuurde ik de ontwerpen door. En dan moesten hun de gebouwen raden, zodat ik kon weten of het wel herkenbaar genoeg was. En dat was gelukt. Momenteel heeft Sil aanzichten van Zeddam, Didam, Beek en Loerbeek klaar liggen voor verdere productie. De volgende stap is echter uitbreiden naar de rest van de Achterhoek. Hij heeft genoeg ideeën over welke gebouwen hij wil namaken voor komende projecten. Ik ben al bezig met de skyline van Wil en Doetinchem. In Wil de graansilo en de twee kerken. En in Doetinchem de watertoren, denk ik. En de kerk ook wel.